om afspeelmogelijkheden te vinden. Maar Nielsen komt goed over nu. Dat is heel beheerst gedaan. Dat is een beetje tekort, die 1-2 ingespeeld. Dat is een hele mooie bal daar. Daar gaat de linkerspits en een penalty. Ja hoor, het is Svetskov die doorgaat op een bal. Hij wordt neergelegd daar. En de scheidsrechter Bergamo aarzelt geen moment. Svetskov. En een kansloze bal voor Joop Hielen. Een 1-0. En even ruimte. Pierre Vermeulen. En de scheidsrechter fluit voor een overtreding. Maar hij loopt toch zeker 40, 50 meter achter de bal. Roman Kugalov. En René Notte. Benny Wijnstekers is naast. Goeie loop. En de mogelijkheid daar. Ja. En een doelpunt. Ja hoor. Het is Ivar Nielsen. Slim genomen vrije trap. En het is Ivar Nielsen. De grote Deen. Hij is naar voren gegaan. En in de 20e minuut brengt hij Feyenoord op 1-1. Dimitrov. En heel goed weggestuurd, René Notte door Richard Budding. Vrij op rechts. Peter Petersen, en die speelt hem op de paal. En hij komt. Er staan zeker zo'n 15 spelers daarvoor in nu. Van de bal afgelopen. En dat leek me heel goed gedaan. Agressief van de bal afgelopen. Het is een man die een bal effect mee kan geven. Maar Joop Hielen die staat erg goed. Hij staat voortreffelijk. Daar is hem. En hij zit erin. Het is Svetskov. Formidabele vrije trap. Absoluut onhoudbaar. Svetskov. Absoluut onhoudbare bal voor Joop Hielen. Hij zit in het kruis en hij komt alles tekort. 2-1 voor Slavia. En nu een vrije trap. Chagadov. Kans daar. En het is 3-1. 3-1 in de 22e minuut van de wedstrijd. Hele goede actie. Feyenoord kan die hoge bal niet wegwerken. De man komt door en speelt hem geweldig goed in. 3-1 voor Slavia. En nog een klein kwartier te spelen. Stanley Bright. Pierre Vermeulen. Heel goed, Pierre Vermeulen. Ja, en dat is een strafschop. Dat Danny Limburger uitgekookt. Met die grote beweging gaat hij langs de man heen. En hij wordt als een shirtje getrokken en gaat heel braaf gaat hij liggen. En hij schiet hem in. Kansloos. In de 34e minuut van de wedstrijd is het Pierre Vermeulen die de stand op 3-2 brengt. En wij kijken naar